Ik heb één club gehad, die is de AFC. En daar kwam ik met mijn 13e via de B2, B1, A1 en op mijn 17e in het eerste. Ik ben een paar keer ingevallen in het eerste, in het jaar dat ze na 42 jaar kampioen werden van de tweede klasse en promoveerden naar de eerste klasse. Daarna gingen we van de wandelweg naar het nieuwe clubhuis hier waar we nu zitten en naar het nieuwe veld. Het was natuurlijk een behoorlijke overgang, want het oude clubhuis bestond voor een groot gedeelte uit hout. Onderbouw was steen, maar daarboven hout. Er was zelfs een oud tribune ooit die afgebrand is, waardoor er een nieuwe tribune gekomen is die uit elkaar gehaald en weer opgebouwd kon worden. Dus die ging mee naar dit nieuwe gebeuren. En het clubhuis hier was natuurlijk voor die tijd heel modern. Zoals nu het nieuwe clubhuis aanstonds, als het gereed is, ook heel modern is voor amateurbegrippen. Hier werden veel feesten georganiseerd. Er was toen de tijd, hier waren ook tennisbanen. Dus er waren zowel feesten van de tennis, ja, als van de AFC. Er was zelfs ook honkbal hier nog, veld hierachter. Maar ja, dat is toen de tijd allemaal verdwenen. Waardoor het wat killer werd hier natuurlijk. Maar de feesten, die daar traden artiesten op, wat ik me herinner is Anita Meijer. Maar de feesten waren gigantisch. Vroeger bestond het AFC-gevoel zeker. Er was veel minder. Dus je kwam hier ook veel meer. En je had je vriendjes hier met name. Want het is zo dat ik hier nog als ik het weekend hier ben bij AFC, dan kom je jongens tegen die je kent vanaf je 13e. En dat is eigen.